Het kan dus wel zijn dat je verslaafd bent aan je telefoon, herken je dat? Ik denk niet dat ik verslaafd ben, maar zonder kunnen is ook moeilijk. Ik geef natuurlijk zal het niet zonder kunnen. Nou, verslaafd niet, maar als het weg zou zijn, zou het ook raar zijn. Dus jij zou wel zonder je telefoon kunnen voor een uurtje? Een uurtje, ja. Maar niet voor hoe lang? Niet voor een week of zo. Zit je s'avonds nog op je mobiele telefoon? Ja. Hoeveel zet je erop? Oh jeetje. Ja, ik denk zo'n 5 uur. Lang. S'avonds nog? Ja. En jij? Ja, ook wel zoiets. Er staat ook een sociale contact in de weg, vind ik. Als je in treinen zit, bushaltes, mensen staan met een telefoontje, kijken niet meer om zich heen. Ik vind het heel jammer. Ja. Zou jij nu je telefoon even in willen leveren voor een uur? Ja, dat vind ik wel goed, maar ik heb hem niet bij me. Je hebt hem niet bij je, dus je kan heel goed zonder telefoon. Ja, eigenlijk wel. Gebruik jij je mobiele telefoon 's avonds? Ja. Op welke apps kijk je dan? Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp. Heb je daardoor ook problemen met slapen? Kom je moeilijk in slaap? Nee, niet wat ik merk eigenlijk. Denk je dat je verslaafd bent aan je mobiele telefoon? Ja, dat wel. Er zullen best jongeren zijn die er enorm veel op zitten te kijken en te turen. En ik vind het ook heel ongezellig wanneer mensen op bezoek komen en op hun telefoon zitten te kijken. Maar ik denk niet dat jongeren allemaal verslaafd zijn. Onzin. Als je op een terras zit en je zit met een tafeltje met 4 mensen en er is geen wifi, dan moeten ze gesprek met elkaar aangaan. En het lijkt toch wel heel erg moeilijk tegenwoordig.